vertellen over negeren. Mijn advies is vaak negeren van ongewenst gedrag van je pup. Alleen veel cursisten lopen daar toch wel eens tegenaan dat dat lastiger is dan dat uit mijn woorden waarschijnlijk blijkt. Op zich wil ik je van tevoren zeggen dat het eigenlijk helemaal niet zo lastig is. Maar de kunst zit het erin dat je en volledig negeert en volhoudt. Vooral die eerste keer. Want als je pup in de gaten krijgt dat je echt geen enkele reactie geeft, dan vindt hij het gewoon niet leuk om iets vervelends te doen. En zal daarom er toch mee ophouden. Alleen de eerste keer doet dat het langste. En wat wij eigenlijk altijd geneigd zijn te doen, of mensen die een pup hebben, is om toch te zeggen, foei, of nee, afblijven, of nou ja, dat soort termen. Of van zich af te duwen, die pup van je af te duwen als die aan het in je broek hangt, of te bewegen met je benen om hem los te schudden. Er is altijd enige reactie. En ook die reactie die vaak dan negatief, corrigerend negatief is, die moet je niet laten zien. Maar ik heb het dus wel echt over situaties dat je pup in jouw benen hangt. Hè? Dus kijk, als een pup in een tafelpoot aan het bijten is, wat is dat toch al een ander verhaal. Dus in deze video gaan we het hebben over als je pup tegen jou zelf vervelend is. En dat doet hij vaak om de aandacht van jou op te zoeken, zodat hij aandacht krijgt. En daar is hij dan op uit. En hij mag dat gewoon zelf niet bepalen. Bovendien doet hij dat vaak als hij gewoon moe is, overprikkeld is en eigenlijk gewoon echt rust nodig heeft. Dus voor jou een signaal als je pup echt vreselijk vervelend is. Neem hem gewoon op een rustige manier mee naar de bench. Dan is hij toe aan zijn slaapje. Heb jij sterk de indruk dat dat het niet is, maar dat hij gewoon op zoek is naar aandacht. Pas dan dat volstrekt negeren toe. En ik noem dat wel de vrieshouding. Dan ga je echt met je armen over elkaar staan. Je kijkt naar boven en je staat stokstijf stil. Je loopt ook niet weg naar een andere kamer of iets, maar je blijft gewoon staan waar je staat. In het begin is het voor als je een pup hebt wel heel handig dat je dan dus een dikke, stevige spijkerbroek bijvoorbeeld aantrekt of laarzen erbij aan, dat je niet van de pijn van die tandjes, want die kunnen natuurlijk heel verdedig bijten, die honden, die pupjes. Dus dat je daarom niet moet bewegen, zeg maar. Dus het gaat er echt om dat je even goed uitgerust bent, toegerust bent om niet te voelen, zeg maar. Nou, als je dat voor elkaar hebt, dan kan je dus blijven staan. En dat kan de eerste keer misschien wel 5 minuten duren. Maar veel langer dan 5 minuten zal het ook niet duren. Als je inderdaad zo doet zoals ik zeg. Dus echt niks zeggen. Naar boven kijken. Handen over elkaar. Stilstaan. En gewoon totaal geen aandacht hebben voor je pup. Als je pup dan op is gehouden met bijten. Dan observeer je een beetje van, nou, wat gaat hij doen. Hè? Want als je te snel weer beweegt, heb je kans dat hij weer in je been hangt. Dus dat moet je ook niet doen. Dus even nog blijven staan. Nou, dan geeft hij het op en dan zie je dat hij iets anders gaat doen, snuffelen. Of hij gaat iets anders pakken of hij gaat ergens liggen. Nou, dan kan je gewoon weer lopen. Dan ga je niet gelijk weer tegen hem praten en hem aandacht geven. Maar dan loop je gewoon even rustig naar iets anders toe om te doen. En pas als dat goed gaat en je pup is dan goed, dan kan je nog weer eens teruggaan naar hem. Van, goed zo. Dat doe je goed. Hè? Nu lig je braaf. En dan kan je me bijvoorbeeld een bordje geven. Of een speeltje. Of een spelletje. Zodat het beloond wordt dat hij zo rustig is gaan liggen. Of iets anders is gaan doen. Dat was deze video. Ik ga in een andere video nog in. Als hij nou bijt aan een tafel. Of iets dergelijks. Of iets anders vervelends doet. Tot straks. Andere video.